Hi, mijn naam is Juri, projectmanager bij Bukkeroe. Mijn tip is, haal meer uit je betaaldata. Bukkeroe heeft de afgelopen jaren steeds meer ingezet op data. De data gebruiken we intern om nieuwe producten te ontwikkelen en om bestaande producten te verbeteren. Maar we gebruiken data en inzichten ook om merchants te adviseren. Op basis van data-analyse hebben wij gezien dat er een duidelijke relatie is tussen het aantal kliks en swipes en de conversie. Hoe meer stappen in het betaalproces, hoe groter de kans op afhaken. Daarom hebben wij een smart checkout ontwikkeld, waarbij het betaalproces aanzienlijk wordt verkort. Uiteindelijk is het verbeteren van de conversie het ultieme doel. Daarin ligt de sport van de e-commercer en ook van Bukkeroe. Als je betaalproducten slim instelt, kan dit een flinke conversieverbetering opleveren. Bij een creditcardomzet van €265.000 en een conversieverhoging van 3,8% levert dit al snel €10.000 extra omzet op. Je kunt voordeel halen uit betaaldata doordat je kunt zien waar de betalingen geografisch vandaan komen. Verkoop je een product dat kennelijk populair is in Polen, voeg dan de Poolse betaalmethode P24 toe en pas je taalvoorkeur in je checkout aan. Data helpt ook bij de keuze van je betaalmix. Zo is er soms twijfel over het toevoegen van een achteraf betaalmethode. Maar uit Bukkeroe data blijkt dat de netto orderwaarde wel hoger is bij deze betaalvorm. Oftewel het bedrag wat overblijft na eventuele retouren. Dit soort inzichten kunnen wij delen, waardoor de webshop een afgewogen keuze kan maken. Op basis van de data kunnen we samen met de klant het optimale moment bepalen van het CEPA-incassomoment. Timing kan daarin zeer bepalend zijn om de stornos te verminderen en dus de conversie te verbeteren. Bij Bukkeroe zie je in de Bukkeroe Plaza een compleet overzicht van al je betalingen. Je kunt deze data analyseren en op basis daarvan je betaalstrategie aanpassen. Wil je ook leren van het betaalgedrag van je klant? We denken graag met je mee. We enable growth.